Voor deze uitleg van bron 10, de evenwichtsvoorwaarden, is het belangrijk dat je de uitleg van bron 9 in ieder geval hebt begrepen en gevolgd. De evenwichtsvoorwaarde is eigenlijk een uitbreiding van de concentratiebreuk. Want als er evenwicht is, dat zei ik in het begin eigenlijk al van de uitleg van de concentratiebreuk, dan betekent het dat al deze concentraties van de deelnemende stoffen in het evenwicht niet meer veranderen. Die zijn dus constant. En dat betekent, als ik een concentratiebreuk heb opgesteld, dat de stoffen na de pijl, de concentraties veranderen niet meer, gedeeld door de stoffen voor de pijl, de concentraties veranderen ook niet meer, een vast getal is geworden. Dat vaste getal, dat noemen ze de evenwichtsconstante. En als je dit erachter schrijft, heb je eigenlijk de concentratiebreuk veranderd, zo, in de evenwichtsvoorwaarden. Dus als er gevraagd wordt om de evenwichtsvoorwaarden te geven van een bepaald evenwicht, dan stel je eerst de concentratiebreuk op en daarna schrijf je erachter is K, is namelijk constant. In BINAS zijn een aantal constantes van verschillende evenwichten te vinden. Maar let dan wel op, dag Olaf, hoe je het evenwicht in eerste instantie hebt opgesteld, want je moet altijd na de pijl delen door voor de pijl en als je dat andersom hebt opgeschreven, komt er ook een andere K uit. Zo kan ik ook de evenwichtsvoorwaarden geven voor dit evenwicht door inderdaad weer heel simpel hierachter te schrijven is K. Handig, dit.